Welkom bij de podcast De Instrumentenkamer, live vanuit Tivoli-Vredenburg in Utrecht tijdens de Nacht van de Viool. In deze korte serie Fiddle Talks spreek ik, Guido van Oorschot, met violisten over hun viool, het repertoire en hun carrière. En ik zit opeens aan tafel met vier jonge prijswinnaars. En die heten Evi Harmers, Luca van der Waals, Diana Fakour en Joshua Tavernier. En Diana, welke prijs hebben jullie gewonnen? We hebben allemaal de Davina van Wely-prijs gewonnen. De Davina van Wely-prijs. En wat is dat? Koosje Wijsbeek. Koosje Wijsbeek-prijs. Ja. De Koosje Wijsbeek-prijs is voor alle halve finalisten van het Davina van Wely-concours. En het Davina van Wely-concours is een onderdeel van Nationaal Vioolconcours. Voor de leeftijd, als ik het goed heb, van 14 tot 17. Ja. Jullie hebben alle vier die prijs. Josje, wat houdt die prijs in? Dus toen we die prijs wonnen, kregen we... We kregen natuurlijk een mooi papiertje. En wat we ook kregen was een workshopdag, waar we met z'n allen verschillende workshops hebben gedaan. Wat voor workshops? Zoals improvisatie en podiumpresentatie. En dingen die wel bij viool horen, maar die niet per se in onze vioollessen aan ons worden geleerd. En het was leuk om daar dat soort masterclasses over te krijgen. En daarnaast kregen we ook nog concerten aangeboden van het NMF op verschillende plekken. Van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Dus bijvoorbeeld ik en Luca die hebben in het muziekgebouw aan het IJ gespeeld. Heel leuk. En er waren ook van allemaal concerten over heel Nederland door het NMF georganiseerd voor ons. En meedoen aan deze podcast natuurlijk. Ja, en Luca, wat heb jij zoal opgestoken? Want die prijs is een jaar geleden ongeveer uitgereikt. Dus dat traject dat loopt nu onderhand een jaar. Zat er voor jou iets tussen waarvan je dacht van, dat is toch mooi meegenomen? Ja, eigenlijk alles wat Joshua net heeft genoemd was echt superleuk om ook te mogen ervaren. Juist omdat je dat meestal niet doet. Je gaat niet naar vioolles om een podcast op te nemen of zo. En dat concert in het muziekgebouw aan het IJ was gewoon ook heel inspirerend. Omdat ik het altijd een mooie zaal vond. En dat we daar dan gewoon allemaal de gelegenheid kregen om te spelen was toch wel echt bijzonder. En sowieso om met z'n allen, alle halve finalisten zo'n prijs te mogen winnen, dan bouw je toch ook een soort van band op. Als je elkaar dan op zo'n workshopdag ziet, is het toch echt wel leuk om met z'n allen te praten. Ook als... Ja, want ik heb jullie voordat de podcastopname begon met z'n vier bij elkaar gezien. Nou ja, dat is een en al ideeën uitwisselen en geginnik en gegrap. En die sfeer zit er goed in bij jullie. Zeker. Evi, volgens mij heb jij een instrument in bruikleen van het NMF. Ja. Wat voor instrument is dat? Ik heb een Max Müller viool uit 1931. Die ook in de afgelopen... Ik heb nou een aantal jaar en hij is ook het afgelopen jaar een aantal gerenoveerd. En om te zorgen dat de klank nog beter werd. En ik moet zeggen dat ik gewoon heel erg blij ben met hoe de viool het doet. Ook in grote zalen zoals in het IJ. Want dat is voor jullie al wat langer geleden. Maar voor mij was dat de 16e van januari van dit jaar dat nog. Is nog heel recent. Dat is heel recent. Dat je daar voor het eerst gespeeld hebt. Ja, en dat was dus een van de prijzen van de Koosje Wijsbeek-prijs. Dat ik daar heb gespeeld. En wat voor setting was dat? Ja, ook in de grote zaal. Maar ook wel heel erg imponerend met veel publiek. En stond je daar solo te spelen met in een strijkkwartet of met een orkest? Ja, ik speelde een sonate van Grieg en een stuk van Isaïe. Allebei met piano. Nou, met een gigantische vleugel op een heel groot podium. Dat is misschien ook nog wel interessant. Nee, maar vooral om dan te merken dat dus die viool niet alleen heel goed werkt in een kleine studeerkamer, maar ook gewoon op het grote podium. En zo'n grote afstand zo goed kan overbruggen. En daar ben ik het NMF heel erg dankbaar voor. Ja, dus daar heb je ook veel van geleerd. Ja, zeker. Ja. Joshua, van de vier ben jij volgens mij de enige die vanavond tijdens de Nacht van de Viool ook al heeft opgetreden. Wat heb je gedaan? Ik heb net samen met Iris van Nuland in de zogenaamde Paganini Battle gespeeld. Paganini Battle? Paganini Battle.
Dat klinkt heel vlot. Wat is dat? Ja, het is minder vlot dan het lijkt. Het is, het heet wel een battle, maar het was eigenlijk gewoon eigenlijk een heel fijn casual concert eigenlijk. We waren daar in de pit, dus dat is sowieso al best wel intiem als je de daar. De pit, wat is de pit? Ja, de pit, dat is een klein. Ja, het is niet eens een zaaltje, het is gewoon een soort. Je hebt een balkon en dan heb je een soort bak daar in het midden. Maar normaal gesproken popconcerten of zo. Ja, ik denk het. Ja. Ik weet niet eens waar het voor is. Maar het was wel heel leuk, want het publiek zit niet eens een meter van je vandaan. Dus het was wel heel leuk. En dus Iris en ik hebben afwisselend virtuose stukken voor solo viool gespeeld. Van Paganini. Van Paganini na. Of andere virtuose stukken. Zoals vanavond werd er ook Isaïe en Chrysler gespeeld bijvoorbeeld. Dus ja, nee, het was heel leuk. En vooral dat het eigenlijk helemaal geen battle was. Iris en ik hebben ook, om dat mooi over te brengen, zijn we geëindigd met een stuk voor twee violen van Wieniawski. Ja. Om te laten zien van, hey, we vinden elkaar nog wel leuk. Ja. Jij hebt jouw viool meegenomen, die ligt hier op tafel. Kun jij toch een stukje Paganini laten horen, zodat we weten waar we moeten denken? Ik heb helemaal geen Paganini gespeeld vandaag. Je was naar de Paganini battle zonder Paganini. Ja, maar ik heb geen Paganini gespeeld, dat deed Iris allemaal. Wieniawski had je het ook over. Dat is voor twee violen. Ik kan, wat heb je solo gespeeld? Ik heb een stukje van Chrysler gespeeld en ik heb een stukje van Isaïe gespeeld. Nou, laat een klein stukje horen als je wil. Een klein stukje? Ja. Waar hebben we naar geluisterd? Dit is de intro van de ballade van Isaïe. Dat is zijn derde sonate voor solo viool. Het wordt nog een stuk heftiger dan dit. Vandaar dat ik het in de Paganini battle heb gespeeld. Want het was natuurlijk de bedoeling dat we wat virtuoos zouden spelen. Dat was mooi. Ja, dat is een van mijn favoriete stukken. Had je dat herkend, Diana? Toen hij dat. Kende je dit stuk? Ja, zeker. Want ik vind de opname van Vengerhoff heel virtuoos. De opname van Vengerhoff. Ja, dat is mijn favoriete opname. Maar toen ik voor de pit stond, toen dacht ik van Paganini. Dus ik zat helemaal in de sfeer van Paganini. Dus door al die virtuositeit herken ik het bijna niet meer. Want ik dacht van Paganini, battle, Paganini, Weet je, maar... Is Vengerhoff sowieso een held van je? Of? Hij is een hele goede violist. Maar ik vind bijvoorbeeld... Janine Jansen, ook heel goed. En mijn eigen docent. Natuurlijk. Ja. Volgens mij heb jij ook een instrument van het Nationaal Muziekinstrument Fonds. Ja, dat klopt. Wat herinner je je nog van je eerste bezoek aan het Fonds? Het Fonds ligt in Hartje, Amsterdam. Dus ik liep met mijn moeder en mijn oude docent door het centrum. Dus eigenlijk wist ik niet goed wat ik moest verwachten. En toen kwam ik eigenlijk in best wel... Een knus, een soort van huisje, dat was eigenlijk het NMN. Een knushuisje, ja. Ja, zo voelde het. En dan kwam ik naar boven en dan was er zo'n instrumentenkamer met allemaal violen die ik mocht uitproberen en stokken. En ik zat daar echt 2 uur. Het duurde wel echt lang om te beslissen welke nou het beste instrument dan was. Dan is het viool na viool, strijkstok na strijkstok en maar proberen en maar spelen. En mijn docent zat erbij gewoon echt kritisch luisteren voor 2 uur lang. En uiteindelijk ben ik gegaan voor een Cornelisse viool, best wel een roodkleurige viool. En die was op dat moment echt een hele nieuwe aanwisseling voor mijn vioolcarrière. En waarom heb je die gekozen? Omdat vooral als ik ermee speelde op het podium, dat eigenlijk je op de achterste rij nog echt heel goed mij kon horen. Het was echt een hele directe klank die aankwam en dat vind je niet gauw bij instrumenten. Ja. Luca, volgens mij zitten jullie allemaal nog op de middelbare school. Hè? Waar studeer jij? Ik zit op de middelbare school op het Dalton Den Haag. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een normale school.
En dan doe ik daarbij ook de School voor Jong Talent op het conservatorium in Den Haag. De School voor Jong Talent? Ja, dus dat is eigenlijk de vooropleiding voor het conservatorium. Hoe komt iemand daar terecht? Ja, ik ben er eigenlijk een soort van opgegroeid. Op mijn vijfde ben ik daar de PIVO gaan doen. Dat is een soort van voorbereidend onderwijs. De PIVO? Ja. Waar is dat een afkorting van? Ja, nee, dat is een soort van, dat is een soort van fenomeen bij ons gewoon. Ja. Want wij studeren alle drie op hetzelfde consortium. En de P is gewoon een... Iets van voorbereidend, in ieder geval voorbereidend op überhaupt de School voor Jong Talent. En daar begin je eigenlijk totaal niet met de viool of zo. Je begint met liedjes zingen en ritmes klappen en het is superleuk. En toen wist ik wel echt zeker dat ik met de viool door wou, omdat ik... Ja, was ook altijd geïnspireerd bij Janine Jansen, haar cd's die we dan in de auto luisterden. En in de auto? In de auto. Als je op vakantie ging met je ouders? Ja, of, soms gingen we dan dat luisteren. Ja. En toen, uiteindelijk kwam ik weer op het conservatorium terecht. Dus dat is heel leuk. Maar jij, Luca en Evi en Diana zitten met z'n drieën op die School voor Jong Talent. Daar kennen jullie elkaar van. Nou, ik zit ook nog op de School voor Jong Talent. Als in, ik volg mijn middelbare school daar ook. Ja. Dus jullie zitten op een andere middelbare school. Maar ik volg mijn middelbare school ook binnen het conservatorium. Dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Ja. Is het niet lastig om die twee dingen te combineren? Ja. Het is lastig. Alleen, waarom? Kom je tijd tekort? Of, uiteindelijk zit er toch maar 24 uur in een dag. Ja. En omdat ik zoveel dingen wil, ik voetbal ook nog eens. Je voetbalt ook? Ik voetbal ook. Alleen, richting professioneel? Of, dat heb ik niet meer voor gekozen. Nee. Maar ik vind juist dat combineren het leukst. Want als ik alleen maar viool de hele dag zou doen, zou ik ook gek worden, zeg maar. En juist omdat ik ook andere vriendinnen heb die niks met de viool te maken hebben. En omdat ik soms achter een bal ren, juist die balans soort van maakt het vioolspelen nog leuker. Alleen soms zou je toch het liefst de hele dag viool willen spelen. En dat kan dan niet. Dus dat is wel soms moeilijk. Ja. Maar jij zit daar dus niet, Joshua. Jij doet het op een andere manier. Ja, ik doe het eigenlijk net zoals Luca en Diana. Alleen ik zit niet in Den Haag. Ik ben in Utrecht aan het studeren. Aan de Academie Muzikaal Talent. En dat is eigenlijk ook een soort vooropleiding. Maar het is niet gebonden aan een conservatorium. En daar heb ik theorieles en daar heb ik vioolles. En daarnaast doe ik ook gewoon mijn normale middelbare school. Ja. Ja, en dat valt voor jou goed te combineren? Ja, het heeft zijn momenten, weet je. Ik kom net uit een schoolexamenperiode en dan merk ik toch gewoon dat het moeilijk is om in periodes waar je heel veel met school bezig bent, om dan echt viool te blijven spelen. Maar het is ook gewoon je eigen draai erin vinden. Dat je weet wat voor jou werkt. En werken jullie alle vier toe naar een toelatingsexamen voor het eerste jaar conservatorium? Evi, hoe ver is dat nog weg voor jou? Minder dan een maand. Minder dan een maand? Nee, ik ga in Den Haag gewoon naar mijn eerste jaar bachelor beginnen. Maar voor 1 maart moeten de opnames ingeleverd worden. Voor de toelating. Oh, 1 februari. 28 februari. Oh, en hebben Diana en Luca dat ook? Ja. Ik zit in het vijfde jaar, dus ik heb nog een jaartje. Je hebt nog een jaartje respijt. Ja, een jaar en een maand heb ik nog. Ja. En jij, Joshua? Ik zit ook in 6V. Ik ben nu ingeschreven bij het conservatorium in Lyon en het conservatorium van München. En daar ga ik allebei... Om toelating te doen. En waarom helemaal daar naartoe? Omdat daar... Omdat in allebei, in Lyon en München, zit één hele fijne docent. Wie is dat? In Lyon zit Marc Danel van het Danel Quartet. En die ken ik persoonlijk heel goed. En we klikken ook heel goed. En zijn manier van lesgeven vind ik zo fijn. En hij kan me heel veel leren. Dus ik zou gewoon heel graag bij hem willen studeren. En in München zit een vrouw genaamd Lena Neudauer. En Lena is ook heel erg fijn en heel erg betrokken. En ook laat je heel erg je eigen interpretatie hebben van muziek. Want wat ik heel vaak had bij docenten is dat ze eigenlijk jou leren hoe zij viool spelen. In plaats van dat ze jou leren
hoe jij viool wil spelen. En ik vond het heel belangrijk dat ik een docent vond die mij dat kon leren. Ja. Nou heb ik in deze podcast Fiddle Talks ook gesproken met bijvoorbeeld Chantal Baumgart en Yannick Hiwat. Die als kind zijn begonnen met klassieke muziek, maar op een gegeven moment daar toch andere muzieksoorten bij zijn gaan nemen. Jazz, hip-hop, Kaseko. Hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie echt klassieke types of borrelt daar bij jullie ook wat in een andere kant op? Ik merk bij mezelf dat ik eigenlijk al mijn hele leven, als ik jazz hoor, dat ik gewoon echt opbloei en gelijk mijn viool wil pakken en wil mee improviseren. Jazz. Dus ja. Luca van der Waals, de jazzviolist, dat is misschien wel een toekomst. Speel je al jazz? Ja, dat is het een beetje. Het is best wel moeilijk om een klassieke opleiding naast alles waar je nog meer verplichting voor hebt, om dan ook nog je te gaan ontwikkelen in een heel ander genre, maar tegelijkertijd ook superleuk en ook goed voor je ontwikkeling juist. Dus soms in de zomer heb ik dan jazzlessen of nou meer improvisatieworkshops toen ik met het Aurora Festival meedeed. Aurora Festival, dat is in Groningen. En dan denk ik wel, dit vind ik wel heel leuk, maar om het dan echt door te zetten, ja, misschien voor in de toekomst. Ja. Hoe zit het bij jou, Diana? Ik hou heel erg veel van klassieke muziek. Maar je ziet ook aan, maar ik kom niet uit Nederland en mijn ouders hebben een Perzische afkomst. Dus ik ben ook opgegroeid met Arabisch, Perzische muziek. En heel vaak vraagt mijn familie dan van ja, kan je hierop improviseren? Dus ik ben daar ook heel erg mee opgegroeid. En ik vind dat ook echt heel mooi. Dus in mijn vrije tijd doe ik dat best wel vaak voor mezelf. Ja, is er een fundamenteel verschil tussen Arabische muziek en Europese muziek? Het is veel vrijer. Het is een soort van, ik weet niet, als ik Arabische muziek luister, dan voelt het een soort van, ik wil niet zeggen natuurlijker, maar ja, het voelt gewoon alsof het eigenlijk, het klinkt ook niet perfect en het is heel veel geïmproviseerd en heel veel herhaling. Dus het komt soort van, ja, het voelt echt veel minder gepland. En andere intervallen, meen ik wel eens te horen. Andere toonsafstanden, ritmes. Ja, precies. Ja. En zou je die kant op willen of is dat leuk omdat daar je roots liggen en dat blijf je doen? Ik ga binnenkort op vakantie ook naar mijn eigen land. Dus dat kan ik dan daar ook weer oppakken. Ja. Ja, en combineren met normaal klassiek muziek. Ja. Ja. En hoe zit dat bij Eve en Joshua? Ja, ik ben daarin een beetje gewoon van alles. Ik hou heel erg van Mozart. Mozart is echt, dat past heel goed bij mij en ook heel erg op de manier waarop ik dat dan wil spelen, dat ik zelfs van mensen die Mozart op een volledig andere manier spelen hoor, ik vind dat je stijl zo mooi is. Dat ik dan denk, oh, dan heb ik dus iets wat daarin overtuigt om het op die manier te spelen. Dus dat raakt me ook heel erg. Dat je van zo'n eenvoudige melodie, want dat is Mozart toch vaak, wel zoiets emotioneels en zoiets rakends kan maken dat het met mensen zo puur en natuurlijk binnenkomt dat je denkt, oh ja, dat is helemaal niet eenvoudig. Het is een van de meest complexe soorten muziek die er is. En daar heb jij voorlopig je handen vol aan. Nou, maar ook, ja, toch wel de muziek die neigt naar de lichtere muziek. Ik heb in mijn halve finale van het Tavina Concours een stuk van John Novacek gespeeld. Niet te verwarren met Ottokar Novacek, maar dat neigt dan veel meer naar de lichte muziek en misschien zelfs een beetje naar de jazz. En dat past dan ook weer heel goed. Of de Argentijnse tango. Of ja, eigenlijk gewoon alles. Ja. En heb jij aanvechtingen, Joshua, om een andere kant op te gaan? Ja, ik zou er wel open voor staan. Maar ik merk gewoon voor nu, ik bedoel, ik ben wel gewoon klassiek getraind. En ik heb nooit iets anders geprobeerd eigenlijk. Maar ik denk dat ik het wel leuk zou vinden. Wat Luca zei over improviseren bijvoorbeeld, dat vind ik dan weer wat minder persoonlijk. Maar wie weet dat er dingen zijn die ik wel heel leuk vind. Maar ik weet het gewoon nog niet per se. Ik weet dat ik het leuk vind om klassiek te spelen en om daar gewoon mijn eigen draai aan te geven. Wat Evie ook zegt over Mozart. Dat herken ik heel erg.
dat je het gewoon lekker op je eigen manier wil doen. Ja. Laat ik eens een andere vraag op tafel gooien. Zijn jullie tevreden met de viool die je nu hebt? Ja. Ja? Redelijk. Ja, zei redelijk. Luca. Redelijk, zei Joshua. Ja. Ja, heel erg eigenlijk. Ja? Ja. Zei Evi. Ja. Diana. Nee, ik denk nou ja, dat... we zitten hier op uitnodiging vanavond van het NMF. Die hebben heel veel instrumenten. Ja. Denken jullie stiekem wel eens van, nou, ik ga toch een nieuw bezoekje plannen. Want ik zoek een andere klank, ik zoek iets... Zag ik Diana knikken? Ik heb wel met Geertje erover gesproken. Want met Geertje van het NMF? Geertje van Linden, ja. Ja. Want ik kwam daar echt toen ik 12 was. Dus op een gegeven moment, ik ben nu al 17. Dus op een gegeven moment, ja, groei je ook soort van weer een beetje uit de viool. En dan heb je weer behoefte aan iets nieuws. En als je dan weer een nieuw viool krijgt, kan je daar ook weer in ontwikkelen. Dus ja, het is wel gewoon, de verandering is fijn. En ik ben ook pas 17, dus uiteindelijk, ja, heel veel mensen eindigen hun zoektocht pas als ze 30 zijn of zo. Ja. Of nooit. Of nooit, ja. 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 Of hebben jullie misschien ergens wel eens viool gehoord waarvan je van, jeetje mina, maar als ik zo'n instrument... Ja. Joshua zit hardgrondig te knikken. De viool van mijn docent Chris Duinam is echt heel mooi. En dat is een nieuwbouw nog wel. Gewoon van, volgens mij, gewoon een man uit Duitsland. Ergens in Noordwest-Duitsland. En die heeft die viool gemaakt. En hij zei, oh, ik heb een nieuwe viool hier. Probeer even uit. En ik was van, wauw. Dit is heel, heel nice. En die voor mij dan moet je wat op tafel kunnen leggen qua financiën misschien. Of valt dat dan erg mee? Ja, daar heb ik niet eens naar gevraagd. Nee. Nee. Wat voor viool is het? Maar wat je zegt is interessant, want het idee is natuurlijk van, ja, maar een viool moet wel oud zijn. Hè? Wil het echt, echt goed klinken, dan moet je een oude viool hebben. Jij zegt van... Nee. Zijn jullie het eens? Nee, ik heb mijn hele leven ook geneigd, omdat je als klein kind van de achter hoort van, ja, oude violen zijn goed, deze komt uit 1700. En dan ga je daar een rare obsessie mee krijgen, terwijl eigenlijk het uiteindelijk om de klank gaat. Dus ik heb altijd op best wel oude violen gespeeld. En nu speel ik op de viool van Wolfram Neureiter, die in 2019 is gebouwd. Dus dat kan ook gewoon. Het enige nadeel is dat ik nieuwbouwviolen altijd wat minder mooi eruit vind zien. Ja. Maar het is dus ook zo gemaakt dat hij er nog oud uitziet. Dan kun je misschien een verfje gebruiken. Ja, precies. Dat is ook gebeurd. Dus ja, ik vind het echt... Uiteindelijk gaat het toch om hoe het klinkt en niet om wanneer het gemaakt is. Dus, ja. Oké, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie openheid over de viool en de muziek die jullie spelen. En ik wens jullie veel succes richting het toelatingsexamen. En ongetwijfeld gaan we nog van jullie horen. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van Fiddle Talks.